Charazet, jammer. Ja, jammer. Wat, is er iets misgegaan? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vond het voor mijn gevoel ging best wel lekker. Ja. Ja, ze zagen meer potentie in Puk. Dat was echt de reden ook dat ze Puk hadden gekozen. Ja. Ja. Maar dit is niet het laatste wat we van jou gaan zien, toch? Nee, ik ga gewoon verder. Ik ga verder, maar het is wel jammer natuurlijk. Maar ja. Dat is het nadeel van het programma ook. Hè, dus. Ja. Komt wel een cd? Ja, hopelijk. Dus ik ga gewoon verder met mijn ding. Ja, goed. Zou jij hem kopen, de cd van haar? Ja. Ja, zonder twijfel. Ja, ik ook wel. Meteen. Ze is gewoon goed. Ja, echt. Misschien een paar zelfs. Want er gaan er meer dan één komen. Dat weet ik zeker. Ja, het zijn wel lovende woorden. Ja, dat is toch wel leuk om te horen. Ja. Van, ja, je moet nu wel winnen, hè? Ik bedoel, nu dat je doorgaat, moet je echt winnen. Ik bedoel... Ja, ik ga mijn best doen. Ik bekijk het ronde voor ronde. Net als een voetbalseizoen. Wedstrijd voor wedstrijd. En aan het eind van het seizoen zie je wel of je kampioen bent. Ik ga nu even kijken, even genieten van dit gevoel. Je kan het nog steeds niet helemaal bevatten, ja, volgens mij. Het is een lekker gevoel, maar... Het is best wel gaaf. Het is echt heel gaaf. Ja. Ik besef het gewoon heel goed dat dit gewoon heel bijzonder is. Ik heb alles gegeven en daar echt gezongen. Alsof het de laatste keer was. Ook al kwam het er niet zo uit zoals ik wilde. Maar de passie was er wel. Is het gek om afscheid te nemen van Charazet? Ja. Ja. Ja, het is gewoon lieverd, man. Ze zijn de hele tijd bij elkaar geweest. Ja, net als van iedereen. Je hebt een band opgebouwd en die zal ook blijven. Ja.